asymmetrisch koolstofatoom, dat is een atoom in een molecuul waar vier verschillende zijgroepen aan zitten. Ik wil met jullie behandelen de substitutiereactie tussen natronloog en 2-bromhexaan. Een substitutiereactie, dat wil zeggen dat er een atoomgroep vervangen wordt. En het diepe moment, dat wordt hier veroorzaakt door het feit dat het bromatoom sterk elektronegatief is. En dat betekent weer dat het hydroxide ion, dat het jullie kan aanvallen, aanvalt op het positieve koolstofatoom. We noteren dat als delta plus. Wat ga je doen? Weet je alles al? Ja, mal weer werken. Dat is best kantje.